Vandaag organiseren we voor de tweede keer een gasday, een zogenaamde gasday, waar we spreken over gas in onze maatschappij. De discussie concentreert zich meestal rondom de problematiek van de energie, van de elektriciteitsmix. Elektriciteit, inderdaad, is een belangrijk gegeven, maar vertegenwoordigt maar een deel van het hele verhaal. En soms wordt daarin gas wat vergeten. Le gaz est une surprise de ce siècle. On ne pensait pas qu'il y aurait eu tant de développement du gaz dans le monde. Le gaz est abondant, abordable et propre. L'Europe est consciente que nous avons besoin d'énergie plus propre et donc forcément le gaz a un avantage par rapport aux autres énergies fossiles. Et on est conscient aussi que pour aller vers une transition énergétique, ça va prendre du temps. Et donc, on ne va pas arriver demain à 100% renouvelable. Et donc, le gaz est une énergie qui va servir de transition vers un futur différent. De tijd gaat heel snel en 2050 is niet ver weg. En wij merken dat we vandaag veel te rap keuzes maken met betrekking tot technologie, zonder dat we echt kijken van, moeten we koolstofdioxide, hoe gaan we dat naar beneden halen? Dus we spreken over een technologische keuze eerder dan kijken naar, hoe krijgen we CO2 naar beneden? Met de gas comprimé, on a réduit à 1,6. Donc le gaz naturel, c'est une solution qui a un coût encore abordable. Et qui peut aussi prendre des parts importantes du marché par rapport aux motorisations diesel. Depuis quelques années, on voit le gaz naturel liquide pour application sur le poids lourd, donc pour des percurrences qui aujourd'hui sont supérieures à 1500 km, qui devient vraiment le deuxième carburant après le diesel. On voit un énorme intérêt de la part aussi des utilisateurs, des flottes, pour investir dans ce secteur. We hebben gekeken naar de bijdrage van aardgas in de vermindering van de CO2-uitstoot door eigenlijk de particuliere woningen, zeg het woningenpark in ons land. Waarbij natuurlijk nog altijd vandaag een groot deel wordt verwarmd met stookolie. En als we die zouden vervangen door hypermoderne gasinstallaties, kan je toch rekenen op een zeer belangrijk reductiepotentieel van ongeveer 20 tot eventueel 30%. Je hebt ook een discussie over, moeten we echt nog wel met gas verder gaan? Je zou kunnen zeggen, je moet gaan naar elektriciteit. In theorie kan dat voor zeer zuinige woningen zeker en vast, maar natuurlijk hangt dan de CO2-impact af van hoe maak je die elektriciteit. Dus eigenlijk zeker na 2025, 2030 toe, 2035 toe, heeft gas nog altijd een belangrijke plaats. En natuurlijk op lange termijn kunnen andere technologieën zeker en vast die decarbonisering verder gaan ondersteunen.